Ja, even van Zeeland hier, onafhankelijke pers Nederland. We zijn hier bij de Koekkamp in Den Haag en ik zit hier naast Ike. En vorige week was hij hier ook en toen is hij, wat is er toen gebeurd? Nou ja, ik liep langs en ik ging op zeker 100 meter van de demonstranten zitten. En ik dacht, nou ik ga hier even chill een puikje roken. En ik zat daar 20 minuutjes. Er is niet één keer gevraagd of ik door wilde lopen. Er is niet omgeroepen dat we weg moesten. En ik heb nog wel wat ervaring met rennen, dus ik weet gewoon wanneer ik weg moet zijn. Ik zat echt chill. Toen zag ik links van me ineens een hele linie ME. Ik denk, nou, beter ga ik nu weg. Toen wilde ik er langs gaan, dat mocht niet. Toen keek ik om me heen. Toen waren we helemaal omsingeld door honderden ME'ers. Iedereen werd naar het midden gedreven, zelfs mensen die gewoon voorbij fietsten. En ik heb gewoon 6 uur vastgezeten. En kwam je wel voor de demonstratie of niet? Nee, ik kwam helemaal niet voor de demonstratie. Dus nu ben ik eigenlijk wel voor de demonstratie, stiekem, hè? Niet te hard. Want eigenlijk ben je dus bewust wakker geworden dan? Ja, een soort van wel, want ik vind dit gewoon te ver gaan, weet je. Nee, dit kan gewoon niet. We hadden geen kans. Ik ben een hoop gewend en ik ga ook niet zielig doen. Ik heb 6 uur vastgezeten. Maar het was hartstikke gezellig in die bus en ik vind het allemaal prima, weet je. Maar ik had wel eventjes een minuutje, 2 minuutjes dat ik op dat veld stond, dat ik zoiets had van, what the fuck? En dan werd het omgeroepen, jullie zijn allemaal aangehouden. Ik zat echt zo, what the fuck? Ik heb gewoon geen kans gehad om weg te komen. En het was echt helemaal tot aan die gracht, honderden meters om het Malieveld heen, werd alles afgesloten en je kon gewoon niet meer wegkomen. Maar ja, in de mainstream media ben je nu afgeschilderd als een van de 400 hooligans die zijn opgepakt. Ja, inderdaad, een aantal die hebben dat, want ik heb me eraan gestoord. Ik heb het AD ook gebeld om een interview te doen. Voor mij kan niet dat ik zo graag in de belangstelling sta, maar om onze kant zeg maar te belichten. Want dat waren gewoon 400 demonstranten en er zijn er 11 opgepakt die dan daadwerkelijk wat terugdeden. En dan schrijven sommige kranten van ja, er zijn 400 mensen opgepakt, waaronder veel hooligans. Nou, dat is dus echt niet waar, want ik was erbij. Ja, dus dat is dus de verkeerde werkelijkheid? Dat is zeker de verkeerde werkelijkheid. En dat staat me inderdaad niet aan. Kijk, ik ben echt geen complotgekkie, want ik geloof echt niet dat Soros ons allemaal betaalt om hier te demonstreren. Zo ben ik niet. En ik geloof ook niet in David Icke, die denkt dat Beatrix een reptilian is en dat soort rare dingen. Maar er is iets met... Je bent er wel al van op de hoogte. Jawel, ik verdiep me graag in dingen. En ik heb een heleboel discussie met complotgekkies gehad. Maar ik kan het niet in hun theorieën vinden. Ik denk wel dat er een rijke elite is die er wat baat bij heeft wat er nu gebeurt. Maar niet in een dusdanig complot dat ze allemaal slaven of zo van ons willen maken. Maar het is niet juist. En ik vind ook, was er net hier en ik vond het best wel een beetje scary hoe je allemaal werd weggejaagd gewoon. Heel veel machtsvertoon. Ja, heel veel machtsvertoon. En dat slaat nergens op. Je moet gewoon kunnen demonstreren. Ja. Nou, dankjewel Ike. En zien we je nog een keer? Vast wel. En ik wil even één oproep doen. Jongens, denk nou na. Het is niet zwart tegen wit. Het is niet links tegen rechts. Het is niet moslim tegen atheïst. Wij met z'n allen tegen de rijke elite. Ja. Dankjewel. Mooi gesproken. Dit was Eva van Zeeland voor Onafhankelijke Pers Nederland.